Hallo, in deze video kijken we naar de test jezelfopgave van hoofdstuk 4 van elektriciteit. Dat is een NASC 1 onderwerp. Dit komt uit het NOVA 4e editieboek voor de 4e klas en zoals gezegd is hoofdstuk 4. Beginnen we opdracht 1. In figuur 2 branden alle lampjes. Noteer welke lampjes uitgaan als je lampje 1 losdraait. Eens even kijken hoor, die zit in een serieschakeling. Dus als ik hier een onderbreking maak, dan kan de stroom er niet meer door. Dus gaat alles uit. Dat gaat trouwens ook voor lampje 5. Dat is meteen E. Wat gebeurt als je lampje 2 losdraait? Even kijken, de stroom komt hier om, die gaat hier langs. Als ik hier de stroom onderbreek door het lampje los te draaien, kan de stroom nog steeds door lampje 1 en door 3 en door 5. Dus alleen lampje 2 zelf gaat uit. Wat doe je als je lampje 3 losdraait? Als ik lampje 3 loslaat, dan kan hier de stroom dus niet meer door. Dus gaat lampje 3 uit en lampje 4 ook. Maar de stroom kan nog steeds door lampje 1, 2 en 5. Hetzelfde geldt natuurlijk voor lampje 4. Ja, als ik... Dan gaat er ook 3 uit en verder niks. En lampje 5 gaat uit, ook al gehad, hè. Dan gaat alles uit. 2. In figuur 29, dat is deze, is het stroomsterkte tegen spanningsdiagram getekend van een weerstandsraad. Wat is waarvoor het verband? Dus dit is een lineair verband, want het is een rechte lijn en die gaat ook nog eens een keer door 0,0. Dus niet alleen lineair, maar omdat hij ook nog eens door 0,0 gaat, is ook nog eens een keertje recht evenredig. Of hier staat evenredig, maar het wordt ook als recht evenredig genoemd, dat is hetzelfde. Oké. 3. Hoe groot is de weerstand van de draad in figuur 29? Nou, dan kun je bijvoorbeeld zeggen, oké, ik lees hem bijvoorbeeld hier af bij 10 volt en dan lees ik hem hier af bij 0,28 ampère en 10 volt geeft dan 0,28 ampère. Daar stop je dan in mijn rekenmachine. Ik pak even kijken. 10 volt gedeeld door 0,28 is iets van 36, 37 ohm. Op zo'n schermpje is dat natuurlijk lastig aflezen. Vandaar dat ik hier een klein stukje ernaast zit. Maar als je dit op papier doet, dan kun je dat heel nauwkeurig aflezen. En dan kom je ongetwijfeld goed uit. Je kan ook een ander punt pakken trouwens, want het is een rechte lijn. Dus elk punt is goed. En een rechte lijn die 0,0 gaat, moet ik wel even bijzeggen. Daarom is elk punt goed. Nou, 4. Lisette en Charlotte meten de stroomsterkte door een lampje bij verschillende spanningen. Bij figuur 30 zie je de grafiek van de meting. Dus er is ook een spanning horizontaal, stroomsterkte, verticaal grafiek. Dikke geen rechte lijn natuurlijk, zoals je ziet. Zegt dan, de weerstand van het lampje wordt kleiner als de spanning groter wordt. En dat zou kunnen. Dan gaan we zo meteen even kijken. De spanning tussen spanning en stroomsterkte is evenredig. Nou, het is geen rechte lijn, dus sowieso niet waar. Dus Charlotte heeft sowieso ongelijk. En zo even kijken van oké, dan als de spanning groter wordt, de weerstand van het lampje groter. Nou, laten we even kijken. Bij 2 volt lees ik af, wat is hier daar? Iets van 0,28 ampère of zo. Als dat dan op elkaar deelt, 2 volt gedeeld door 0,28 ampère, dan is de weerstand 7, ietsje meer. Nou, laat ik dan bijvoorbeeld bij 6 gaan kijken. 6 volt gedeeld door 0,46 ampère ongeveer. In dit geval komt het allemaal niet zo krap. Dus 13 ohm. Dus de weerstand neemt toe als de spanning toeneemt. Dus even kijken eens wat ze zegt. De weerstand van het lampje wordt kleiner als de spanning groter. Nee, wordt juist groter. Dus Lisbeth heeft ook ongelijk. Dus Charlotte had sowieso wel ongelijk, want het is geen rechte lijn. Dus allebei ongelijk, B. Zij berekenen met behulp van figuur 30 het vermogen van het lampje met een spanning bij 6 volt. Nou, hier hebben ze 6 volt. Hier zeggen ze 0,48 ampère. Ja, dat is misschien wel iets nauwkeuriger, ja. Voor de vorige aanvraag maakt dat verder niet zoveel uit. Hè. 6 volt en 0,48. Nou, vermogen is spanning maar stroomsterkte. 6 volt met 0,48 ampère is 2,9 watt. 6. Cecilio doet een proef met verwarmingselement. Als dit element aanzet op 12 volt, loopt er een stroom van 1,96 ampère. Hoeveel elektrische energie gebruikt het element in 5 minuten? Oké, energie die gebruikt het is spanning maar stroomsterkte maal tijd. De spanning is 12 volt, stroomsterkte is 1,96 ampère, tijd is 5 minuten, moet even seconden van maken. Maal 60 is 300 seconden. En dan alle drie met elkaar vermenigvuldigen. 12 maal 1,96 maal 300 is blijkbaar 7100, reken even na. En joule, en als daar een kilojoule van maakt, dan moet ik even delen door 1000. Hoeft trouwens niet per se, staat er niet bij dat dat moet. Dus je mag ook het antwoord gewoon in joule geven. 12 maal 1,96 maal 300 levert op mijn rekenmachine 7656 joule op. En er staat niet bij dat een kilojoule moet, dus dat mag je eventueel laten staan als je dat zou willen. Wordt ongetwijfeld goed gerekend. 7. De MP3-speler van Erik heeft vermogen van 2 watt en werkt op een spanning van 5 volt. Wat is dan de stroomsterkte?
Even kijken, vermogen hadden we net hier. Is spanning maal stroomsterkte. Dat betekent dus dat stroomsterkte is vermogen gedeeld door spanning. Dus het aantal watts gedeeld door het aantal volts. Dus even kijken, 2 watt gedeeld door 5 volt is 0,4 ampère, C dus. 8, Erik heeft een oplaadbare batterij met een capaciteit van 1800 milliampère uur. Hoe lang kan deze batterij een stroom van 0,2 ampère op deze batterij werken? Nou, 0,2 ampère, je kan twee dingen doen. Je kan van 0,2 ampère kun je milliampère uren maken. Dat is hier gedaan. Dus 200 milliampère. Je kan ook van die 1800 milliampère uur maken. Dus 1,8 kan ook. Nou, de formule is, capaciteit is stroomsterkte maal tijd. Omgeschreven tijd is capaciteit gedeeld door stroomsterkte. Dus 1800 milliampère uur gedeeld door 200 milliampère is 9 uur. Een batterij, een dynamo en een generator en een zonnecel. Alle vier spanningsbronnen, welke leveren een wisselspanning? Kijk, een batterij levert een gelijkspanning, dynamo levert een wisselspanning, generator ook. Dus eigenlijk gewoon een grote dynamo. Zonnecel levert volgens mij gelijkspanning. Dus dynamo generator, ja, weet je. 10. Je kunt de spanning van een dynamo in beeld brengen met een oscilloscoop of een computer. In figuur 31a zie je hoe het schermpje eruit ziet bij een bepaalde snelheid van een dynamo wieltje. Hoe ziet het beeld eruit als je het dynamo ietsje sneller laat draaien? Dan gaan we eens even kijken. 31a is dus origineel. Oké. Als ik het dynamo ietsje sneller laat draaien, dan krijg je meer golfjes en ook. Pardon. In echt wordt de amplitude groter. En eens even kijken hoor. Hier heb ik 1, 2, 3, 4, 5 golfjes. Dus het moeten er meer zijn. En de amplitude moet hoger zijn. Omdat het sneller gedraaid wordt, wordt meer energie geleverd. Hier zie ik wel een grotere amplitude, maar niet meer golfjes. Dit zijn er nog steeds 5. Hier zie ik wel meer golfjes, maar niet een grotere amplitude. Hier heb ik het allebei. Dus dat lijkt goed. En bij E wordt de amplitude zelfs kleiner. Dat is natuurlijk helemaal niet goed. Dus deze is de juiste. Je krijgt dus 1, 2, 3, 4, 5, 6 golfjes. Dus in elk geval meer. Dat moest ook. En de amplitude van die golfjes die moet ook groter zijn. Omdat er meer energie wordt geleverd in dezelfde tijd. Wordt de amplitude dus groter. Dus meer golfjes en meer amplitude. Als het wieltje sneller draait. Dus D. Wat is de betekenis van de symbolen in figuur 32? 1 is wisselspanning en 2 is gelijkspanning. Oké. 12, en dat is een beetje ook. En misschien staat het ook zelfs wel in de. Kijk of het in de binnen staat bij de symbolen. Dat weet ik eigenlijk niet aan mijn hoofd. Wat is leuk om te kijken, misschien wel. Ja, tabel 14, daar staat het gewoon. In de binnen. 12, een transformator bestaat uit twee spoelen en een metalen kern. Van welk metaal wordt de kern gemaakt? En waarom wordt dit metaal gekozen? Dat wordt van ijzer gemaakt, weekijzer om precies te zijn. En dat is makkelijk te magnetiseren, daardoor werkt de transformator beter. Het is dus, de kern is zelf geen magneet, dus A is juist. Een koper glijdt wel elektriciteit goed, maar daar gaat het hier niet om. Koper is niet zo makkelijk magnetisch te maken. Helemaal niet precies, zelfs in ieder geval niet op deze manier. En ijzer wel, dus vandaar dat ijzer gebruikt wordt. 13. Albert doet een serie proeven met een transformator. De transformator heeft twee spoelen A en B. Spoel A heeft 100 winningen en B heeft 400. Bij zijn eerste proef sluit Albert de spoel A op een wisselspanning van 6 volt. Wat is de spanning van B dan? Nou, als je van 100 naar 400 winningen gaat, dat is 4 keer zoveel, gaat de spanning ook 4 keer zoveel worden. En er was 6, dus het wordt 24. Bij B doet hij juist andersom. Dan sluit hij B aan op een wisselspanning van 6 volt. En dan gaat hij kijken wat er dan bij A aflevert. Dus van 100 ga je dan naar 400 ga je dan naar 100. En van, dat is dus 4 keer zo klein. En van 6 volt bij spoel B ga je dan naar 4 keer zo weinig spanning bij spoel A. Dus dat is een 6 voor je gedeelde 4 is 1,5 volt. Zoals hier staat. Je kan ook het formuletje gebruiken, hè? Spanning van de primaire spoel gedeeld door de stroomspanning van de secundaire spoel, dus UP gedeeld door US, is het aantal winningen van de primaire spoel gedeeld door het aantal winningen van de secundaire spoel, MP gedeeld door S. Dus dan krijg je UP gedeeld door US, is MP gedeeld door NS. Die formule staat ongetwijfeld in je boek, zoek maar op. Invullen, 3 van de 4 gegevens en de vierde komt er dan automatisch wel uit, met enige weken werk.
14. Kan je zeggen of de volgende beweringen waar of onwaar zijn? De elektrische energie die de auto van een naam van een auto leuk wordt gebruikt om een accu op te laden. Ja, dat is waar. Gelijkspanning kan makkelijk worden omgezet naar hoger of lager spanning. Dat is niet waar. Dat is met wisselspanning zo. In dynamo zit een permanente magneet. Ja, klopt. En een spoel trouwens. En die kunnen opzij van elkaar draaien. Met een transformator kun je gelijkspanning en wisselspanning omzetten. Nee, dat is een gelijkrichter. Wat je wel kan doen is de spanning transformeren. Dus van bijvoorbeeld 24 volt 6 volt maken of van 6 volt 1,5 volt maken zoals we net zagen. Transformator hebben een hoog rendement, dat klopt. Het aangegeven vermogen is bijna even groot als het opgenomen vermogen. Ja, dat klopt. Dat is waar. Feit, een onderzoek heeft 4 dynamo getest en in figuur 33 zijn de testresultaten weergegeven in de grafieken. Kijk maar zo daar. Het is gewend dat die dynamo al bij langzaam fietsen een behoorlijke spanning levert, omdat je anders te weinig licht hebt. Ook is het gewend dat de spanning bij een hoge snelheid zo min mogelijk toeneemt, omdat het lampje anders doorbrandt. Welke dynamo voldoet aan de eisen? Oké, en wat is het hoogste rendement wat wordt gehaald? Oké, gaan we eens even kijken. Je moet dus bij een weinig snelheid al vrij veel spanning hebben. Maar die spanning die moet niet te veel toenemen als je sneller gaat. Dus dat klinkt naar deze hier. Want die begint al bij een lage spanning. Snelheid heeft al 3 volt. En die neemt niet zoveel toe als de snelheid toeneemt. In tegenstelling tot de andere. Dus deze ononderbroken lijn. Die is het. En dat is AXA. Kijk wat hier ook staat. Ja, dat is hem dus inderdaad. Ja. Oké. Wat is het hoogste rendement wat ongeveer gehaald wordt? Dus kijk, hier staat de snelheid en hier staat het rendement. En de bovenste lijn zal het zijn, hè? Wat is dat? Ietsje meer dan 40%? 42,5? 42% staat hier op, ongeveer. Nou, klopt. Goed, de volgende filmpje kijken we verder met 16.